En we hebben dus tekstgeneratoren gehad. Dus dat je kan zeggen, schrijf een tekst over bla, en dat hij dan een heel redelijke tekst schrijft. We hebben plaatjesgeneratoren gehad. Dus schrijf een stukje tekst en hij maakt een foto die bijna niet van echt te onderscheiden is. En muziek bleef altijd een beetje achter. En sinds afgelopen week is dat opeens veranderd door een tool die heet Suno. Dat is van een aantal mensen die hebben dus waar ChatGPT getraind is op tekst. Ja. Hebben zij een systeem gemaakt wat getraind is op muziek. En waarmee is dat voor dus iedereen of alleen voor jou, voor mensen die er echt verstand van hebben? Je bedoelt... Voor tech-nerds. Alleen voor de nerds? Nee hoor, dit is gewoon, je kunt gewoon naar die website gaan, dan log je in en dan mag je er ook bij. Oké. Dan ben je ook een nerd. Hoe dan ook. Dus wat je kan doen, is je kan een soort van beschrijving geven van wat voor liedje je wil hebben. Dan schrijft dat ding een songtekst. Dus hij schrijft een songtekst over het onderwerp wat je hebt gekozen. Dan zeg je welk genre je wil. Dus dat kan zijn klassiek of pop of maar ook genres die helemaal niet bestaan. Dus weet ik veel, EDM, opera of... je verzint maar wat stijlen bij elkaar. Dan druk je op create en dan maakt hij muziek voor je. Nou, ik heb dus mijn weekend is helemaal naar God gegaan door deze. Het is gewoon het mooiste spelen. Maar ik heb echt voor de computer gezeten van ja, het refrein. En dit is wat ik heb bedacht. En het kan over alles gaan. En kan je het dan ook nog samenstellen dat je zegt van oké, dat vind ik minder leuk. Ik wil nog een beetje dit erin hebben. Dus je kan het houden bij wat het ding heeft gemaakt. En dat is vaak een beetje lullig, maar redelijk oké. Okay. Ja. En dan als je dan denkt, nou, ik ga dit... Je kan met ChatGPT natuurlijk in gesprek gaan over die tekst. Of ik vind dat deel niet zo leuk. Ja, en dan verzint hij een ander dingetje en zo ga je dan een beetje die muziek beter. Je bent een beetje muziek aan het maken. Maar even voor mij, dus er is niet iets dat die muziek bij elkaar voegt. Hij maakt echt, het is meer een componist. Hij maakt echt origineel die muziek en die tekst. Het is net als ChatGPT nooit teksten schrijft die ergens anders gestaan hebben. Het is niet een soort van knip- en plakwerk van bestaande tekst. Nee, hij heeft alles gelezen, het begrepen en schrijft op basis van dat begrip nieuwe teksten. En zo is het met muziek ook. Hij heeft alles geluisterd, of wat ze dan precies ingevoerd hebben. Bedenk dan, oh, dit is dus hoe liedjes klinken. Dit is hoe een countrylied klinkt. Dit is hoe Nederlands klinkt. Dit is nou bla. En dit is hoe een refrein klinkt. En voor een refrein doet een drummer dit. Nou, en dan doet die computer dat. Wow. Echt. Maar zal ik het laten horen? Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, ik wist dat ik hierheen ging. En toen dacht ik dus, ik ga een soort van iets doen over Bo. Ik had ingevoerd iets van talkshow bij RTL 4, Bo van Ervedorens, punt. En toen gewoon op genereer gedrukt. Ik heb het opgestuurd naar mensen in de regie. Die kunnen het laten horen. Die hebben zelf een clipje erbij gemaakt. Bobo, altijd een verrassing. Op RTL 4, een talkshow sensatie. Ja, lijkt wel de Iceman. Auw! Ik zet hem ook even op. Altijd in actie, met grappige stunts en pure passie. Wow! Hij salto! Springt in de gracht. Die wil deze hebben. Tot zo. Kijk uit. Waarom? Ik vond het heel mooi. Hier op RTL 4. Ieder jaar in dit programma heb ik het erover. Bedankt voor het kijken. We gaan nu naar het RTL Nieuws met... Anita Sarah Nederland. Doenloe. Ja.